Hallo. Hey, wij zijn benieuwd hoe jullie met energie omgaan. Oké, kom even binnen. Zoals je ziet zijn we aan het verbouwen. Vanmorgen hebben we net de keuken eruit gehaald om alles klaar te maken voor de verbouwing. Nou, we zijn heel blij met onze nieuwe keuken. We hebben hem echt helemaal zelf samengesteld. En daarbij hebben we natuurlijk ook gelet op de apparatuur of die energiezuinig is. En ja, dat is het allemaal. Bij het kopen van het huis hebben we gelet op de isolatie van de woning. Het huis heeft dubbele beglazing. De vloer is geïsoleerd in de kruipruimte. Ja, dat was echt zeker een meerwaarde. Nou, hierboven zijn we al klaar. Hier wonen we dus tijdelijk. En dit is onze slaapkamer. En dit is even tijdelijk onze woonkamer. Dit is de zolder. Een zolder met heel veel bergruimte. Die hebben we ook geïsoleerd. En dat kan ik eigenlijk aan deze kant iets beter laten zien. Zoals je ziet hebben we hierachter harde isolatieplaten gezet. En we hebben daar de verwarmingsbuizen geïsoleerd. En dat hebben we daar ook gedaan en die hebben we ook mooi afgewerkt. Nou, dit is de waskamer. En eigenlijk was het voor ons logischer geweest om hiernaast de waskamer te maken, want het is dichter bij de wasmachine. Maar dit is de zonkant. En ja, als je natuurlijk veel zon op je dakkapel hebt, dan droogt de was ook sneller. Ja, dat scheelt natuurlijk ook weer in de energie. Doeg!